Hoi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik wil natuurlijk beginnen met jullie allereerst een heel gelukkig nieuwjaar te wensen. Ik hoop dat jullie gezond mogen blijven, dat al jullie dromen mogen uitkomen en dat het een mooi 2022 mag worden. Een nieuw jaar betekent ook tijd voor een nieuwe video. En dit keer heb ik de favoriete producten van december. Ik heb ze in mijn mandje verzameld. Ik heb best wel veel producten weer getest in december en ik ga jullie laten zien welke producten ik heel erg fijn vond. Dus mocht je daar benieuwd naar zijn, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik ga beginnen met een aantal nagellakjes en dit zijn een aantal nagellakjes van Max & More. Dat zijn deze lakjes. Max & More is te koop bij de Action. En ik heb hier allereerst de kleur 493 in de shade. Ik kwam deze lakjes een tijdje geleden tegen en ze kosten letterlijk 1,19 euro. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik had er niet hele hoge verwachtingen van. Dat komt ook meer omdat ik wel vaker nagellak van de Action heb getest en die eigenlijk niet heel fantastisch waren. Maar deze, die hebben me heel erg verrast. Ze hebben eigenlijk een hele goede dekking en ze zien er heel erg mooi uit. Ik moet wel zeggen, ik heb deze nagellak gebruikt zonder base en topcoat. Ik heb wel het geluk gehad dat ze mijn nagels niet hebben verkleurd. Want een basecoat beschermt daar natuurlijk tegen. Maar ik heb de laatste tijd heel erg de ervaring met een topcoat dat het mijn nagels eerder beschadigt dan dat ze beschermd worden. Terwijl ik eigenlijk altijd wel heel erg zo was van, oh, topcoat is belangrijk. Maar deze lakjes bleven veel beter zitten zonder deze twee producten. En ze bleven zeker een dag of vier zitten. En dat had ik niet verwacht van de Action. Ze hebben een vrij normaal applicatortje waar je eigenlijk prima de nagels mee kunt lakken. Dus ik was heel erg verrast. Dus ik heb er een aantal. Ik heb ook deze. Dit is een rode kleur. Dit is de kleur 423 Charmer. Dat is dus deze. Dan heb ik hier 412 Hello Honey. En hier was ik een beetje huiverig voor, want ik dacht het is een vrij lichte kleur, maar had best wel een hele mooie dekking. Dus het was niet zo dat mijn nagels er doorheen kwamen. Dus die heeft me heel erg verrast en dat gold eigenlijk ook voor deze, want dit zijn echt wat lichtere kleuren. Dit is de 437 Pinky Swear en deze was ook heel erg mooi. Dus ook de lichte kleuren waren een succes. Dan heb ik nog een donkerrode kleur. Dit is de kleur 431 Night Kiss. En die vond ik ook fantastisch. Ik hoop dat die een beetje goed overkomt. En de laatste, dat is deze blauwe. En dit is de kleur 471 de Blues. Dus mocht je op zoek zijn naar goedkope nagellak, kan ik jullie deze zeker aanraden. Want ze blijven echt wel heel erg mooi en goed zitten. Het volgende product wat ik heb is van Shein. Het is dus van de Lidl. En dit is een eye mousse. En ik vind het altijd wel fijn om ook een crème onder de ogen te gebruiken. Het is alleen zo dat ik best wel gevoelig ben daar. Dus het kan soms zijn dat na verloop van tijd een product niet meer werkt. Dat heb ik laatst ondervonden. Maar deze was ik wel heel erg nieuwsgierig naar. En deze heb ik dus getest. Hij komt in een doosje. Hij ziet er dus zo uit. Dit is het flaconnetje. En ik moet zeggen, ik heb hem getest. Hij beviel mij heel erg goed. Hij trok lekker in. Ik vond het niet echt een mousse. Hij heeft overigens zo'n opening. Ik zal hem even swatchen. En het is eigenlijk wel gewoon dit, zeg maar. En ik had echt wel meer een mousse verwacht. Hij ruikt overigens... Rookt hij nou heel lekker? Dan moet ik even kijken. Ja, niet echt een geur, maar het is ook niet dat het heel erg naruikt. Ik vond het wel heel fijn onder mijn ogen. Het verzorgde wel. Dus daar was ik wel heel erg blij om. Ook daarna toen ik de foundation ging aanbrengen, trok het allemaal gewoon heel erg fijn in. Dus ik ben wel heel erg tevreden over deze oogmoes. Ik weet alleen niet op de lange termijn of die dus gaat werken. Want daar heb ik hem denk ik net iets te kort voor getest. Want bij mij gaat het echt pas na een paar maanden dat het dus zo kan zijn. Maar mijn eerste indruk was in ieder geval heel erg goed. Vandaar dat ik hem wel bij de favorieten heb gedaan. Omdat ik niet weet wat het op de lange termijn doet.
Volgens mij hebben ze deze niet standaard te koop bij de Lidl. Maar die hebben ze wel regelmatig. Dus ja, mocht je er nou benieuwd naar zijn, zou ik het gewoon even in de gaten houden. Want hij is er best wel vaak en hij is niet zo eens zo heel erg duur. Ik weet niet meer precies uit mijn hoofd wat die kostte. Maar ik vond het, voor nu vind ik hem in ieder geval heel erg fijn. Dan heb ik een oogschaduwpalette van Essence. En dit is het Out in the Wild Eyeshadow Palette. Eerder test ik hier al van de groene variant uit. En dit is de roze variant met hele mooie rozen en ook een soort 3D effect hier. Dit is de 01 Don't Stop Blooming. Nou, de buitenkant ziet er al prachtig uit. Hij is gewoon gemaakt van karton. De binnenkant krijg je een spiegel. En dat is ook altijd wel leuk. En dan zijn dit de kleurtjes. Als je heel goed kijkt zie je in sommige oogschaduwtjes een patroontje zitten. Dat vind ik heel erg leuk gedaan. Ik vond ze echt heel mooi. Je kunt best wel diverse looks maken met dit paletten. Ze zijn best wel divers. Dus ja, ik was eigenlijk wel heel erg tevreden. Ik ga ze even swatchen een aantal kleuren. Zodat je een beetje een idee hebt wat het doet. Dan zijn dit de kleurtjes. Dus op zich vond ik dat helemaal niet verkeerd. Want je kunt er echt wel verschillende looks mee maken. Ze blenden lekker in. Er zitten shimmer kleuren in, maar ook een aantal matte kleuren. Dus wat dat betreft is het ook wel een gevarieerd palette. En ja, ik was eigenlijk wel heel tevreden. Dat was ik ook wel blij, want die groene vond ik ook al heel erg fijn. Dus deze ook absoluut. Echt een aanrader. Dan heb ik een Oil Control Matte Fixing Spray van Catrice. Dit is een Hydrating Pore Minimizing Ever Matte. Dat is deze. In dit flesje zit 50 ml aan fixing spray. Hij belooft 16 uur te blijven zitten en long lasting te zijn. Hij heeft zo'n spraydopje, dus eigenlijk gewoon een beetje basic. En ik moet zeggen, ik vond hem echt heel erg fijn. Ik heb deze gebruikt met kerst en met kerst heb ik langer make-up gedragen. Zeker 12 uur en mijn make-up zat eigenlijk aan het einde van de avond nog steeds heel erg mooi. Deze is heel erg geschikt voor mensen met een vette huid. Nou heb ik zelf een gemengde huid en daar werkte die ook heel erg goed voor. Hij zou ook de poriën minimaliseren. Nou dat heb ik zelf niet echt gezien, maar dat komt omdat ik toch altijd al een laag foundation erop heb zitten. Dus dan valt het ook minder op. Maar ja, ik was wel heel erg verrast dat die echt zo lang bleef zitten. Dus dit vond ik ook echt wel een aanrader deze. Ik probeer een beetje te variëren. Dan heb ik hier van Essence de Hello Good Stuff Milky Face Moisturizing. Dat is deze. En deze belooft een calming hydrating te zijn en heeft turmeric erin zitten. En bestaat voor 96% uit natuurlijke ingrediënten. Bevat geen siliconen, microplastic deeltjes, mineralen, oliën, parabenen en PEX. Ja, het is eigenlijk, je kunt hem dus eigenlijk gewoon ook gebruiken voor je foundation, maar je kunt hem ook gewoon gebruiken. Hij ruikt heel erg lekker. Ja, hij heeft echt een hele aangename geur. Hij heeft gewoon zo'n pompje, dus dat is ook wel heel erg fijn. En dan, kijk, is dit het product? Die kun je dus gewoon lekker op je gezicht smeren en dan is het aan jou de keuze, wil je er een foundation overheen of niet. Ik bedoel, je kunt hem ook gewoon lekker als gewoon aanbrengen als verzorgingsproduct. Het hoeft niet per se onder make-up. Maar hij ruikt in ieder geval heel lekker en ik was ook wel heel erg blij hiermee. Want hij voelde heel prettig aan op de huid. Dus dit is zeker ook echt een hele fijne. Het is net weer iets anders dan een primer, want dit verzorgt ook je gezicht heel erg. Dus kan ook heel geschikt zijn als je bijvoorbeeld je dagelijkse routine hebt gedaan, dat je je dagcreme hebt gedaan en zo, dat je dan dit even lekker nog opsmeert. Maar deze is ook zeker een aanrader. Dan heb ik een aantal lip oral treatments en deze komen bij de Action vandaan. Ze zitten op zo'n verpakking, mocht je dat interessant vinden. En ja, het is eigenlijk gewoon een lipolie, maar er zit dus ook een klein kleurtje aan. Dus je kunt eigenlijk je lip gelijk verzorgen en je hebt een subtiele kleur. Er zit vitamine E in. Ik heb hier dus een rode variant en deze heet Roseship Oral. En ik ga ze ook gewoon even swatchen voor jullie. Ze ruiken ook heel lekker. Ze hebben gewoon zo'n openingetje. Kijk, dus daar komt het product uit. Er komt wel vrij veel product uit. Dan is dit de rode. Dus je ziet ook echt dat hij een mooie kleur heeft. Dan kun je het gewoon mooi inblenden. Maar die geur die is zo lekker. Ik kan daar dan aan blijven ruiken.
Dan heb ik nog een Rosehip Lip Oil. En hier zit antioxidant in deze. Dit is een roze. Ze hebben verder geen namen gekregen. Dus dat is soms een beetje lastig. En deze... Ik moet een beetje hard knijpen om het product uit te krijgen. Zo. Even, ik ga het eventjes een beetje afdoen. Want anders zit het hele dopje eronder. Dat is niet zo heel erg lekker. Dat is deze kleur. Nou lijkt hij heel erg op die rode. Maar je ziet wel degelijk verschil als je ze draagt op je lippen. Dan heb ik er eentje met almond lipolie. En hier zit ook antioxidant in. Dit is ook een roze. Maar het is weer een andere roze als... die andere die ik net liet zien. Ja, dat is eigenlijk meer een beetje oranje. Er komt wel heel veel product uit. Dat is deze. Ik durf het niet te schuin te houden, omdat het dan gaat lopen. En dan heb ik er nog eentje met arganolie. En hier zit ook antioxidant. En dit is een groene. Ik probeer er nu iets minder uit te halen, want... Oké. Gaat redelijk. Ja, ik vind de verpakkingen zelf niet heel hygiënisch. Want omdat je het op je lip smeert, soms komen er ook haartjes aan vast. Dat is deze. Nou, de kleuren lijken nu een beetje heel gek. Maar dat komt echt gewoon omdat ze nou op mijn hand zitten. Op je lippen hebben ze een heel ander effect. Maar ze zijn echt heel fijn en ze geven echt heel veel verzorging. Normaal ben ik altijd een beetje sceptisch over lipolie. Maar ik vond deze vier wel heel erg fijn. Dus die zou ik zeker kunnen aanraden. Ze zijn bij de Action te koop en ze kosten bijna niks. Dus ja, zeker een aanradertje. Dan heb ik van Catrice een True Skin Mineral Loose Powder. Die zit hyaluronic acid in en is transparant. En dat is deze. 010 Transparent Matte heeft hij ook de naam gekregen. Dit is dus een transparante mattifying powder, maar dan een losse poeder. Waar je dus ook heel erg goed mee kan baken. Ik vond hem heel fijn. Hij zag er heel mooi uit op mijn gezicht. En wat ik denk ik nog wel het grootste pluspunt vond, dat is... Kijk dit. Er zit een draaimechanisme op. Dus als je hem nu opendraait... Dan komen de gaatjes tevoorschijn. En dat is heel erg fijn. Ik ga deze even niet swatchen, want dat is een beetje lastig met losse poeder. Maar normaal gesproken, met dit soort losse poeder zit er dus een plasticje op. En kun je ze ook niet zo makkelijk meenemen. En deze is dus ook heel makkelijk mee te nemen, omdat je hem af kunt sluiten. Dus dat vind ik echt een heel erg goed teken. Dus ik hoop eigenlijk dat meer merken hiermee gaan komen met dit soort mechanismes. Want hij zit heel goed afgesloten en hij maakte mijn gezicht gewoon echt heel erg mooi mat. Dus ik vond het echt een hele fijne poeder. Alleen het dopje krijg ik er nog niet zo heel erg makkelijk weer opgedraaid. Oké, kom op. Hij blijft scheef zitten, maar hij is in ieder geval heel erg fijn. Dan heb ik een Pretty Natural Hydrating Foundation van Essence. Dat is deze. Hier zit hyaluron en aloe vera in. En belooft 24 uur long-lasting te zijn en ook te hydrateren. Ik heb deze in de kleur 040 Neutraal Vanilla. En ik was in eerste instantie heel erg bang dat deze kleur te donker zou zijn. Maar viel reuze mee. Ga je zo zien met zwartje. Het is een hydraterende foundation die dus eigenlijk 24 uur lang een mooie finish geeft. En ja, je huid blijft hydrateren. Er zit een natuurlijke dekking op en... ook de finish geeft een heel luchtig gevoel, omdat het een, niet een hele zware foundation is. Ik zal hem even uit de doosje halen. Je hebt deze in verschillende kleuren, maar dit was toen de tijd de lichtste kleur die ze hadden. Dan ziet hij er zo uit. En op het doosje lijkt hij dan heel erg donker, zeg maar. Maar als je hem zo ziet, lijkt hij al lichter. Het zit in zo'n tubetje. Heel erg leuk ook wel, al hou ik wel zelf meer van pompjes. Dit is het openingetje. En ik ga hem eventjes op mijn hand doen. Kijk, dit is dan de kleur. En deze was echt wel heel erg goed voor mijn huid. Want ik had echt gedacht dat hij dus donkerder zou zijn. En dat viel reuze mee. Dus daar was ik heel erg verrast door. Het is inderdaad een wat luchtigere foundation. Dus ik zou hem zelf ook in de lente of in de zomer heel erg fijn vinden. Als het wat warmer is, je toch wat op je gezicht wil hebben. Maar je niet helemaal dicht gesmeerd wil zijn. Dan vind ik deze ook zeker echt
heel erg handig, omdat hij een vrij luchtige structuur heeft. Dus deze vond ik echt heel erg fijn. Dan heb ik een blush van Catrice. En dit is de Cheek Lover All Infused Blush. En dat is deze. Het is zo'n baking blush. Heeft de naam 010 Blooming Hibiscus. En deze ziet er dus zo uit. En deze heeft goud reflecterende pigmentjes erin zitten. Nou moet ik zeggen dat je dat op je gezicht niet heel erg terug ziet. Dan is het gewoon een hele mooie blush. Ik zit eraan te ruiken en ik denk dat ik iets ruik, maar dat kan ook nog de lipolie zijn. Ik vond hem in ieder geval heel erg mooi. Op mijn vinger zie ik nog wel wat. Kijk, met zwartje zie je die licht reflecterende deeltjes ergens nog wel een beetje. Ik zag ze op mijn vinger wel, maar op je gezicht zie je ze ietsjes minder. Dus dat, als je hem daarom zou willen hebben voor die reflecterende deeltjes, zou ik dat niet doen. Want die zie je niet echt terug, maar het is wel gewoon een hele fijne, fijne blush. En hij voelt ook heel smooth en zacht aan op het gezicht. Dus hier ben ik ook heel erg blij mee. Dus dit is zeker een aanradertje ook. Dan heb ik een poeder van Max Factor. Dit is de Crème Puff Pressed Powder. Dat is deze. Ik heb deze in de kleur 55 Candle Glow. Het enige nadeel van deze vind ik dus dat je hem, als je hem openmaakt, heb je het dekseltje los. Maar dan is dit de poeder. Lekker een grote pen. Ik vond hem heel erg fijn. Ik vond de kleur ook heel erg mooi. Want ik was eerst een beetje sceptisch, want hij leek heel donker. Maar als je hem zo swatcht, valt het eigenlijk reuze mee. Je kunt er gewoon prima je gezicht mee afpoederen. En ik kreeg zelf geen donkere kleuren erop. Dus dat was wel een heel erg groot voordeel. Want daar was ik dus een beetje bang voor. Maar dat zag ik zelf niet. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee. Dus dit is ook zeker een hele fijne. Ik heb deze gekocht toen die 5 euro was. En dan wil ik het nog wel eens proberen. Maar ik ben er in ieder geval heel erg blij mee. We zijn er bijna doorheen. Dan heb ik nog van Catrice de Powerful 5 Lip Care producten. En dat zijn deze drie. Deze hebben hyaluron, watermelon, goji berry, cucumber en ginger root. Het zijn dus eigenlijk soort lippenbalsems, maar dan met een kleur. Ik heb hier de 020 Sparkling Wave. En ja, het lijkt eigenlijk, als je hem zo ziet, wel meer een lipstick, want hij ziet er heel erg mooi uit. Maar hij geeft dus verzorging en kleur. Daar hou ik wel van. Dit is de eerste kleur. Het zijn niet hele intense kleuren zoals je ziet, maar je kunt ze wel een beetje opbouwen. En vooral in de tijd dat ik nu gewoon echt hele droge lippen heb in de winter, vind ik dit soort producten echt ideaal. Dan heb ik hier de 040 Addicting Kisses. Een vrij donkere kleur. Die heb ik hier eventjes geswatcht. Is wat donkerder, ook heel erg mooi. En de laatste kleur die ik heb, dat is de 030 Sweet Cherry. Dat is deze. En die is ook heel erg mooi. Dat is deze. Dus ik vond het zelf hele mooie kleuren. Ze bleven lekker zitten en ik voelde echt dat mijn lippen goed verzorgd werden. En dat vind ik zelf altijd wel heel erg prettig. Want ja, ik hou wel echt van een goede lipverzorging. Dan heb ik nog een oogschaduwpaletje en dat is van Fab Factory. Dit is het Mind Crush paletten. Dat is deze. Deze komt overigens ook in een doosje. Kijk, die komt in zo'n doosje. Je kunt in de winkel hem altijd even openmaken, want dan kun je wel even zien of de kleuren intact zijn. Deze komt overigens ook bij de Action vandaan. Je hebt een spiegeltje en dan zijn dit de kleurtjes. Je kunt er best wel verschillende ooglopjes mee maken. Het moeten wel kleuren zijn die je aanspreken. Je krijgt er een dubbelzijdige sponsapplicator bij. Maar ik was heel erg verrast. Want ook het pigment van deze kleuren was gewoon echt heel erg mooi. Ik ga er natuurlijk een aantal voor je swatchen. Ik heb geprobeerd een beetje variatie aan te brengen. Kijk, dan zijn dit de kleurtjes. Ze komen misschien op de swatch iets lichter over. Maar je kunt ze heel mooi opbouwen. In het echt zijn ze echt heel erg mooi donker. Dus deze vond ik echt wel een aanrader.
Ik weet alleen niet of deze er nog is. Want ze hebben hem inmiddels ook weer vervangen door twee nieuwe paletten. Maar misschien dat hij er nog wel is. Maar ik vond hem in ieder geval wel heel erg fijn. Dan ben ik toe aan de laatste producten. En deze komen uit een trendeditie van Essence. Namelijk de Wish Upon a Star. Dit is een trendeditie die nog steeds in de winkel ligt, maar wel de winkel uitvliegt. Ik heb hier allereerst een lippenbalsem van. En kijk eens hoe mooi die verpakking is, want die ziet er gewoon al prachtig uit. Caring Lip Balm heet die gewoon. Het is eigenlijk een soort piramide van goud. En als je hem dan open doet, is dit de lippenbalsem. Hij zit er gewoon rond in. Hele fijne lippenbalsem. Je ziet hem verder niet met zwartje. Hij ruikt heel lekker en hij bracht eigenlijk best wel veel verzorging voor mijn lippen. Mijn lippen werden er gewoon goed gehydrateerd door. Dus dat vond ik echt super. Dan heb ik ook een pH Reacting Lip Glow en dat is deze. Deze heeft wel een naam gekregen. Ik ga even kijken of ik hem kan lezen. 01 Kisses Come True. Nou, de dop is al heel erg leuk, want er zitten dus blauwe accentjes op en het hulsje zelf is helemaal goud. Het leuke van deze lipglow is dus dat hij reageert op de pH-waarde van je lippen. Dus eigenlijk reageert hij bij iedereen anders op de lippen, omdat niemand hetzelfde pH-waarde heeft. Dus kijk, het is gewoon een roze stick. Maar als je hem nu, ja, ik kan hem swatchen en dan is hij gewoon roze. Maar op je lippen wordt hij dus heel erg anders, want het is dus echt... Ja, hij reageert dus op jouw lippen. Kijk, zo ziet de swatch er dan uit. Dan is die vrij subtiel. Maar bij mij werd die best wel donkerroze op mijn lippen. Dus waarschijnlijk heb ik gewoon een wat hogere pH-waarde erin zitten. Waardoor die bij mij dus wat donkerder uitpakt. En dat is voor iedereen dus heel persoonlijk. Maar ik vind dit soort producten altijd wel heel leuk. Omdat je eigenlijk zo allemaal een hele andere lipkleur krijgt. Het laatste product uit die collectie, dat is het oogschaduwpalet. En deze vind ik fantastisch. Dit is het eyeshadow palette. Heel mooi fluweelblauw met die gouden sterren erop. Ik vind het fantastisch. Als je het palette opent, zie je een leuk tekstje aan de binnenkant. Ze hebben gekozen om geen spiegel erop te doen. Vind ik vaak nog wel jammer, maar oké. Dan zijn dit de kleurtjes. Ja, het palette ziet er al echt gebruikt uit, want ik heb hem met kerst ook gebruikt. Maar het is echt een heel erg leuk palette. Hij heeft matte en shiny kleuren. Ik ga er uiteraard een paar voor je swatchen. Ik was echt heel erg verrast door het paletten, want ik had het zelf niet verwacht dat hij zo goed zou zijn. Dus ik ga ze even aanbrengen. Kijk, dit zijn de kleuren. Zoals je kan zien is er hier een hele mooie gouden en dit is een shimmer en ik heb twee matte. Echt een prachtig palette waar je echt wel diverse looks mee kunt maken. En ik vind het ook gewoon het palette zelf om te zien is natuurlijk ook al prachtig. Want ja, het oog wil natuurlijk ook altijd wel wat. Althans, dat heb ik dan zoiets. Ik vind het ook leuk als het er mooi uitziet. En deze zag er dus echt gewoon daadwerkelijk fantastisch uit. Dus echt, ja, een super mooi en fijn palette die ik nog met heel veel liefde wil gaan gebruiken. Want ik vond hem echt heel erg fijn. Dan waren dit alle favoriete producten van december alweer. Ik ben heel erg blij met de producten en ik vind het fijn dat ze mijn stash in gaan. Dan kan ik ze lekker weer vaak gaan gebruiken. Stuk voor stuk mooie producten. En dit palet heeft me wel echt het meeste verrast. Want ja, gewoon de kleuren. Ik vond hem echt fantastisch. En de nagellakjes natuurlijk ook, want ik had niet verwacht dat ze zo mooi zouden blijven zitten. Ik ben benieuwd wat jij het leukste product vond wat ik heb laten zien. Of dat je misschien helemaal niks leuk vond. Misschien denk je naar aanleiding van deze video. Goh, ik zou een van de producten nog wel eens willen proberen. Zou ik ook wel leuk vinden om te weten welk product jou het meeste zou aanspreken. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om te zien. Ik wil je bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf. Er staat een rode button en daar vind je ook dat belletje. En als je die aanklikt, krijg je een melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. Als je deze video leuk vond, doe dan zeker even dat blauwe duimpje omhoog. En dan hoop ik je eigenlijk gewoon weer bij een volgende video te mogen zien. Doei!